Zwolle groeit en dat hebben we de laatste jaren volop gemerkt. De stad is nooit af en er is een groot tekort aan woonruimte. Er moet tot 2030 jaarlijks zo'n 1000 woningen bijkomen. Dat kan bijvoorbeeld door leegstaande kantoren plaats te laten maken voor nieuwe woningen. Ook maken we Stadshagen af. Daar is nog ruimte voor zo'n 3000 woningen. Uiteraard ooghoudend voor de kwaliteit en de identiteit van de stad. En daarbij komen heel wat uitdagingen. Denk aan klimaat, natuur, biodiversiteit, energie en mobiliteit. Het afgelopen jaar heeft corona ons extra bewust gemaakt van het feit dat het leven buiten ons huis van groot belang is. De stad en het fraaie buitengebied zijn nauw met elkaar verbonden. En daar willen we optimaal van kunnen genieten. Net als van mooie parken in de stad en al het water hier in Zwolle. Voor een groot deel bestaat de visie uit bestaand beleid en de al lopende gebiedsontwikkelingen. Maar er worden ook nieuwe dingen toegevoegd. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheden naar een autoluwe binnenstad. En schept het de visie aan als het gaat om zonneparken in weilanden en hoogbouw in de stad. Ook de strategische ontwikkelzones zijn nieuw. Dat zijn Stadskrans, Stadsrand en Stadsruit. En deze zones geven samenhang aan de plannen voor Zwolle. Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen in jouw stukje Zwolle? In oktober en november organiseert de gemeente online bijeenkomsten per gebied. Je kunt je aanmelden via www.zwolle.nl/omgevingsvisie.